Maar in ieder geval moet die politiek niet geëxporteerd worden naar Nederland. Ik bedoel, u kunt het ontkennen, maar er is gewoon een politieke band via de financiering van Dianet. Het religieuze instrument is een steeds belangrijker politiek instrument ook geworden. Als wij de keuze zouden hebben en de mogelijkheid om mee te werken aan de lokale gebedshuizen hier, dat niet meer, dat we die scheiding van kerk en staat daadwerkelijk zouden kunnen realiseren, en dat we dat gedoe met de Turkse regering, of dat daar nou een rechtse of een linkse regering zit, dat we dat achter ons kunnen laten. Ik verwerp in ieder geval dat die politieke inmenging er is. Over de mensenrechten situatie in Turkije en wat dan ook, ik verwerp dat ook. Mensenrechten is universeel en daar sta ik 100% achter. Of dat nou in Turkije is of in Nederland is, daar moeten we ook hard voor strijden. Maar de voorwaarden om iemand het vingertje te wijzen zoals u altijd doet, die voorwaarden moet eerst gesteld worden om überhaupt dat vingertje te kunnen wijzen. Dan moet u ook naar uzelf kijken. Als het gaat om die inmenging, ik duld geen inmenging vanuit Turkije. Wij zijn hier bezig met onze problemen. En die inmenging haalt u hier naartoe. U neemt de motie aan over de Armeense genocide. U neemt de motie aan over de imams. U neemt allerlei andere dingen en uitspraken over dingen die in Turkije spelen. Die komen hier op ons bordje waar wij op moeten reageren. Het is niet wij dat wij die problemen hier naartoe halen. U bent daar mede onderdeel van. Dat is helemaal niet vreemd. Want het is een globale samenleving. De mondialisatie in de hele politiek. We hoeven de tv maar aan te doen. We hoeven dit maar aan te doen. Alles komt ons huiskamer binnen. Dus u moet ook niet zo gestrest zijn dat allerlei dingen van buiten hier naartoe kunnen komen. En die komen binnen. Wat we niet over de verkiezingen in Amerika elke dag horen. En wat we gisteravond met Clinton en die andere Mr. Trump gezien hebben. Dat komt ook allemaal binnen. Inmenging. Daar moeten we veel objectiever naar kijken. Waar het om gaat, is hoe gaan wij met de problemen hier om. En als er spanningen zijn, en die spanningen zijn er, hier in Nederland, van wat daar gebeurd is. U kunt wel zeggen dat de PKK geen terroristische organisatie is. Maar er zijn genoeg andere mensen hier die zeggen van ja, dat is wel een PKK, is een terroristische organisatie. U kan met een PKK-vlag hier in het parlement gaan staan en zeggen van kijk eens, dat is ook inmenging. Dat is ook problemen transporteren daar naartoe. Met de Armeense kwestie net zozeer. We hebben nooit gezegd over de Armeense kwestie van u mag geen standbeeld oprichten hier in Nederland. Dat mag altijd. Daar is iedereen vrij in. Wat wij gezegd hebben is, het woord genocide is een beladen term. En u als parlementariër heeft zich gemengd in een theoretische en een historische discussie waar u een politieke oordeel heeft geveld zonder kennis van zaken te hebben.